Thank you.
allemaal. Op dit mooie jubileum. We zijn heel blij dat jullie er allemaal zijn. Mij is gevraagd om wat te zeggen. Dan doe ik dat. Ik hou het kort. Als je moet pissen of bier halen, zou ik het nou doen. Duurt ongeveer 5 minuten. Dichterbij. Een jaar of 30 geleden. Een jaar of 30 geleden stonden wij met de neefjes en nichtjes op het Stadeiland in de pauze van de Blauwhuister te spelen. We speelden Little Tango. Het was een mooie plaat. Als we hem nou spelen, zal hij hetzelfde klinken als die toen klonk. Zolang hebben we hem niet gespeeld. Dronken mensen in het publiek gooiden geld op ons. Top. Daar kochten we broodjes stereo en ijsko van. Hartstikke mooi. De Dakkapel introduceerde ons altijd met het nummer van de mini playback show. Later als ik groot ben, word ik ook een ster. En hier staan we. Nou, dat was het. Dank je. Nee, er is nog meer gebeurd. Dit was even de turbo versie. Maar met die neefjes en nichtjes, dat was de ene kant. De andere kant was dat Herman Silvius, ons vader van Johannes en mij, vanuit de Putpleerts de Putkapel begon. Een gezinskapel. Pa op trompet, ma op de grote trom, Anna op de bugel, ik op de trombone, Nico op de bariton, Hannes op de cornet en Treesje met het bord. Een paar keer optreden op bruiloft, hartstikke mooi. Nooit weer anders zou je zeggen. Vanuit deze fase zou ik graag willen bedanken de Blauwhuister Dakkapel, die ons altijd hebben gesupport vanaf het eerste punt. En de Herman en Annerie. Herman is er niet meer, maar we bedanken hem toch. Bij deze. Toen zijn die twee samengekomen, want nooit weer anders, zo werkt het niet in het echte leven. Er gebeurt altijd wel wat. En pa werd ziek, Harm moest invallen. Dus we hadden een optreden staan, heegspanning, de show moest doorgaan. We stonden op heegspanning met Harm en gaandeweg kwamen alle neefjes en nichtjes erbij. Bij al die optredens. En die twee werden samengevoegd en dat werd uiteindelijk, ging door onder de naam Putkapel. En als ik zeg, alle neefjes en nichtjes, dan was ook iedereen die een instrument aan kon raken, deed mee. Zoals we in Sneeken zeggen, iedereen is zijn moeken. En dat was ook letterlijk zo, want alle moekers deden ook mee, want die moesten ons brengen. Want we waren 12, 13, 14, 15. Dat kon niet heel lang stand houden, maar vanuit uw hoedanigheid wil ik toch even bedanken. Alle moekers. Ja. Er zat nogal een verschil in leeftijd en beleving. De oudsten dronken bier. De jongsten zaten nog op een basisschool te knikkeren. Dus dat hield niet heel lang stand in die hoedanigheid. En met de groep die doorging zijn we toen echt doorgegaan als de Putkapel. Eigen muziek, eigen arrangementen. Harm Silvius heeft heel veel gedaan in die tijd aan arrangementen en de muziek. We oefenen in het Puthuis. Van daaruit wil ik zeggen Jacques bedankt en Aniette. En we hebben toen heel wat afgespeeld. Jarenlang, daar zal ik niet allemaal over uitweiden. Maar het was hartstikke mooi en het eindigde in een soort apotheose te noemen de cd. We hadden een cd-opname in het Bolwerk. Het was hartstikke mooi. Vanuit die periode wil ik graag dus bedanken Jacques en Aniette, alle ex-leden, want het zijn er nogal wat, we hebben wat verloop gehad. Maar met name Harm, Leo en Anton die na die cd-opname weggingen, dat was wel even een aderlating. Toen moest de hele Putkapel wel even bijschakelen, want de rest, alle secties misten hun belangrijkste speler ongeveer. Dus dat was even bijschakelen. Toen zijn we versterkt en vanaf ongeveer 2012 zijn we min of meer met deze ploeg. Ja, en iedereen is opgestaan. Eppie zei in het begin, als ik de helft van Nelis ben, dan is het al heel wat. Nou, hij is de helft van zichzelf worden. Nou, hartstikke best. Marco die zei, ik wil niet voor lul staan op de eerste showrepetitie. Dan staat hij ook optreden voor lul. En hoe? De shinen. Hartstikke best. Dus vanuit deze laatste periode wil ik eigenlijk de hele Putkapel bedanken. Ieder met zijn eigen taken. Ieder met zijn eigen rol. Lieske natuurlijk de organisatie, Marcel de brandweer, Bente de bordjes, Paul de basis, Willem die voor D-gaat. Gerard voor de intro's, Ties voor zijn onbevangen niet, het fenomeen neef. Wat moet ik zeggen, Nelis die nog steeds de basis is, Lieske die nog steeds stand houdt, Esther voor haar fanatisme, Cassie voor de sfeer en het penninglultje, Hannes voor de nuchterheid en de besluitvaardigheid. En zo doen we het. Dus, bestaan we over 25 jaar nog? Ik weet het niet. Even kijken hoe vanavond gaat. Misschien bestaan we morgen wel niet meer. Misschien bestaan we over 25 jaar nog steeds. Het zou wel iets ertussenin willen, zoals we zeggen. We zien je wel. Prima. Het grootste bedankje gaat naar Hugo voor de organisatie. De Vocal Roses voor de sfeer. Smoek die straks wat gaat spelen, maar vooral het publiek. Bedankt, want we maken de sfeer.
dankzij hem. Bedankt, proost, veel plezier en er wordt verder niet meer lood vanavond. Hallo, hallo. Er wordt niet meer lult, maar dat gaat niet zo snel. Jim is na 25 jaar en zoals jullie begonnen zijn met het Blauwhuster Dakkapel als voorbeeld, zo zijn wij ook 12,5 jaar geleden begonnen met jullie als voorbeeld. Bedankt daarvoor. In al die jaren hebben jullie ook ontzettend veel evenementen getroffen, sneekweken, we hebben het carnaval volgens mij zelfs een keer samen gespeeld. We drinken altijd gezellig een bierje met z'n allen. En als we een keer niet kunnen, dan vragen we gewoon een ander of die een keer ergens kunnen spelen. En daar ben ik hartstikke blij mee. En om jullie te bedanken, hebben we hieronder, er staan een paar man voor, maar je kunt het zelf wel inpakken, hebben we een paar kratjes voor je laten maken. Met wat flesjes bier, die kun je mooi meenemen in de bus. Zodat je hem ook onderweg nog wat te drinken hebt vanuit je eigen kratie. Bedankt. Thank you.